Een meerderheid van de Tweede Kamer legt zich erbij neer dat het ziekenhuis in Lelystad geen volwaardige spoedeisende hulp en acute verloskunde terugkrijgt. Dat blijkt uit opmerkingen en vragen van de Kamer. Die gaat in debat met minister Bruno Bruins morgen. Verslaggever Richard Schuurman is hier. Richard, jij gaat dat debat ook volgen. Wat, waar gaat het over? Dat is een debat naar aanleiding van het advies van zorgverkenner Bas Lering. Die heeft uh, vorig jaar, uh, eigenlijk begin dit jaar, de opdracht gekregen van uh, minister Bruno Bruins om onderzoek te doen hoe het nu verder moet met de gezondheidszorg in Flevoland. Ja. En dat naar aanleiding van het faillissement van de meer ziekenhuizen nu alweer in oktober uh, een jaar geleden. En uh, ja, Bas Lering heeft met heel veel partijen gesproken en ja, hij concludeerde een aantal dingen. Dat eigenlijk de oude situatie, zoals je die voor het faillissement had, met een volwaardige spoedeisende hulp en een volwaardige acute verloskunde in lees, had. dat dat financieel. En organisatorisch eigenlijk niet haalbaar was. Dus daar moest je ook niet aan willen werken om die situatie terug te krijgen. Hij zegt, je kunt beter stapsgewijze verbeteringen in de zorg gaan doorvoeren. Door onder andere betere samenwerking. Dat kan tussen de verloskundigen op het gebied van de verloskunde. Maar ook huisartsen en ziekenhuizen kunnen veel beter gaan samenwerken. En gebruik maken van nieuwe technologie. En hij zei, er moet ook extra aandacht komen voor de groep chronisch zieke en kwetsbare ouderen. Want die is best wel groot in met name Lelystad. Dus ja. vergeet die niet. Ja, uh, maar de politiek in Flevoland en vooral in de gemeente Lelystad heeft uh, gepleit voor het behoud van uh, volwaardige spoedeisende hulp en acute verloskunde. Uh, ja, wat wil de Tweede Kamer dan nu? Nou, in eerste instantie hoorde je ook dat de Tweede Kamer zei van daar moet een volwaardig ziekenhuis blijven in, in Lelystad. Uh, met alles top en eran. Ja. En dat is natuurlijk veranderd sinds Sint-Jansdal een wat uitgekledere versie hier heeft neergezet en geopend uh, in, in maart. Je hoort eigenlijk alleen nog bij de SP en de Partij van de Arbeid die echte roep van we willen een volwaardig ziekenhuis en waarom kan dat niet? En het is de vorm voor democratie die ook vraagt van waarom is dat financieel niet kan? Geef on, mogelijk? Geef ons de financiële onderbouwing daarvoor. Mm -hmm. um, maar CDA zegt al van nou ja, misschien moeten we dan maar kijken naar een uitbreiding van de spoedpolis zoals we die nu hebben. Wat is daarvoor mogelijk en wat kost dat? En dat zie je ook een beetje terug bij de andere partijen. Dus uh, die lijken wel afscheid te hebben genomen van de gedachte dat volwaardige leestal, dat altijd er komen. Mm -hmm. Dus dat is wel een afzwakking van hun eerdere standpunt. En als het gaat over de acute verloskunde? Nou, daar zijn met name de drie christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP bezorgd over. Zij mm -hmm. hebben natuurlijk een belangrijke achterban in Noordoostpolder. En ze zeggen, daar moet toch echt wat gebeuren. We moeten iets doen aan die werkdruk voor die verloskundigen, want die wordt te groot. Uh, en we moeten zorgen dat de extra ambulance die er begin dit jaar is neergezet... Om te voorkomen dat de afstanden te groot werden en de aanrijdtijden voor de ambulances te lang, dat we die wel kunnen behouden daar. Ja. Want die is wel erg belangrijk voor vrouwen die moeten bevallen. en bijvoorbeeld naar Almere of naar Zolle zouden moeten of naar Herenveen. Ja, uh, minister Bruins heeft in een schriftelijke ronde al wat vragen beantwoord van de Kamerleden. Wat antwoordt hij? Nou, je ziet bij uh, Bruins eigenlijk dezelfde verandering als bij de Kamer. De Kamer was vorig jaar heel kritisch. Dat moet allemaal open blijven, die uh, volwaardige uh, spoedeisende hulp... en die acute verloskunde. Minister Bruins zei dat ook nog. Dat is een harde voorwaarde. Ik heb daar 4,5 miljoen euro voor. We zijn nu een jaar verder en hij zegt... nou, ik heb nu een advies liggen van die zorgverken... voor zorgverkenner Bas Lering. Uh -huh. Die doet een aantal aanbevelingen. Die neem ik over. En het is eigenlijk aan de regio, aan Flevoland, om onderling te bepalen hoe en wat ze nu verder willen doen met de voorstellen van die lering. Ja. Uh, om te kijken hoe ze de zorg kunnen verbeteren. En daar is een zorgtafel voor opgezet. Dat is een overlegorgaan. Daar zitten de overheden in. Daar zitten de zorgverzekeraars in. Maar ook de verloskundigen, de huisartsen, de ziekenhuizen... Uh, en de patiëntenfederatie. En die moeten dus de, volgens de minister dan zelf onderling maar bepalen... in welk tempo de zorg moet worden uitgebouwd. En als het gaat over de, uh, ja, de, de verloskunde en de ambulance. Dan zegt hij. Nou, die verloskunde heb ik geen signalen voor dat daar op dit moment problemen zijn. Uh, bevallingen gaan allemaal nog netjes. En die ambulance, is die dan wel of niet nodig? Daarvoor uh, is een onderzoek uh, in de gang gezet. En de resultaten worden pas begin volgend jaar bekend, want dat onderzoek is pas eind dit jaar afgesloten. Ja, en morgen horen we meer, want dan is het debat. Inderdaad. Richard Schuurman, dankjewel.